Beste Nino Vieter, op 15 of 16 juli ontvangt u dit in uw brievenbus. Dit is een cadeautje van Stad Ninoven, een waardebon van 25 euro om lokaal te gaan besteden bij uw favoriete lokale ondernemers, die het wel wat moeilijk gehad hebben de laatste tijd met corona en zo. Om goed te weten hoe u daarmee aan de slag moet met die waardebon, ben ik vandaag in Ninoven om even te proefdraaien voor u, zodat u weet hoe u straks daarmee kan gaan betalen. Er zijn alvast twee opties, oftewel neemt u gewoon een stukje papier mee naar uw favoriete handelszaak, ofwel scant u hem in via de Ninoven applicatie. Zeer eenvoudig, gewoon via de cadeaubon functionaliteit scannen en hij zit digitaal in uw broekzak. Natuurlijk zeer gemakkelijk, dan moet je geen stukje papier met jou meezullen de hele tijd. Vandaag draai ik proef in Pasta Vespa, een sympathieke pasta takeaway. We gaan eens kijken hoe dat straks in zijn werk gaat als u die waardebon wilt gaan gebruiken om uw aankopen te vergoeden. Let's go! U herkent de deelnemende handelszaken aan de stickers die u niet op de etalage zijn. Met het warme weer heb je bijvoorbeeld zin gekregen in een lekker watertje of een fris cola. En dan kan je die gewoon bij je lokale winkelier gaan aankopen via de Circlobon. Goedemiddag, mag voor mij een colaatje zijn alsjeblieft. Je neemt ondertussen gewoon de Ninoven bon bij de hand. Zeer simpel. Hoeveel zal dat zijn alsjeblieft? 2 euro alsjeblieft. Voilà, oké. Ik zou graag betalen met de Ninoven waardebon alsjeblieft. Geen probleem. De handelaar tikt nu heel eenvoudig het bedrag in en scant zo dadelijk mijn QR-code van op mijn telefoon uit de Ninoven applicatie. Voilà, alsjeblieft. Voilà, dat is in orde. Super, merciekes. Nog een goede dag. Ja, dag. Zo eenvoudig kan het dus zijn. Fris cola, lekker betaald en geen geld verloren, want dankjewel Stad Ninoven voor het cadeautje van 25 euro. Hoe dat je aan de slag moet, kan je allemaal terugvinden op circlo-light.com. Ben je handelaar, ga dan zeker een kijkje nemen op de ondernemerpagina. Dan vind je alle informatie terug die je nodig hebt om de betalingen vlot te laten lopen. Alvast veel succes gewenst en tot binnenkort.